Coalfire is een producent van gasharen en houtharen in het midden- en het hoogsegment van de markt. We hebben een dealernetwerk in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. En in de omringende landen, daar werken wij met importeurs. Inmiddels zijn er bij Coalfire 70 mensen werkzaam. Coalfire daarin is ook heel erg gegroeid. Dit jaar groeien we zelfs met 23%. Coalfire is gegroeid van groothandel naar producent en daarin moest het pakket ook worden aangepast. In 2007 is beslissing genomen om met SAP Business One te werken, dan in samenwerking met Domani als partner. Vanaf dat de order wordt ingevoerd, de inkoop, de productie, assemblage, als de logistieke handelingen vallen onder mijn verantwoordelijkheid. SAP Business One gebruiken wij juist om de als moeder te dienen, als ondersteuning om al onze processen volledig tot stand te kunnen brengen. Wij werken intensief samen met onze businesspartner van SAP, dat is Domani. Als er bepaalde issues zijn die wij wensen te verbeteren in het ERP-systeem, wordt er contact gelegd met Domani. En dan wordt er onderling intensief overlegd van wat voor aanpassing is gewenst. Die wordt dan vervolgens bewerkt en in de testomgeving geplaatst. En als wij daarover tevreden zijn, en zij ook, wordt die in de live-omgeving gedeployed. Het programma SAP Business One is eenvoudig van gebruik. Het geeft heel snel inzicht in datgene waar uiteindelijk onze behoeftes liggen. En geeft eigenlijk een goede aansluiting aan onze procesvoering. Vanwege het feit dat ik samenwerk met SAP Business One en Domani als businesspartner, ben ik in staat om de klant echt te ontzorgen. Ik kan echt kijken dat orders op tijd worden uitgeleverd, dat de voorraden tijdig worden aangevuld. SAP Business One zorgt er echt voor dat ik in staat ben om de klant tevreden te houden. Heel veel bedrijven die denken we zijn uniek. Ja, maar we zijn helemaal niet uniek. We maken wel unieke producten. Maar de bedrijfsprocessen zijn en veel bedrijven zijn die gewoon hetzelfde. En daarom hebben we ook met Domani hebben gekeken van hoe kunnen we nou onze interne bedrijfsprocessen, hoe kunnen we die aanpassen op SAP Business One. En daardoor zijn ook onze interne processen eigenlijk beter gelopen.